Leon. Zo, aan tafel weer vers bloed. Welkom allebei. Maartje Keizer en Nart Verdonschot. En jullie zijn van Theater Gaius. Ja. Wat is dat? Theater Gaius is een buitentheatergezelschap wat normaal gesproken internationaal speelt. Dus nu zouden we in Berlijn staan bijvoorbeeld. Dus we spelen zo de hele zomer, toeren wij rond met voorstellingen voor grote groepen mensen, vaak 2000 man, publiek op een plein. Wow. Maken we buitentheatervoorstellingen. Wat voor soort voorstellingen? We spelen nu bijvoorbeeld de Odyssee. Omdat we het belangrijk vinden ook om klassiek werk naar de straat te brengen. Ja. 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 En Nart, jij speelt of je bent... Ja, ik ben acteur bij Theater Gaius, onder meer. Ja. En Maartje, jij bent... Artistiek leider. Ja. Gek genoeg zie je dat. Dat jij de acteur bent en jij de artistiek leider. Waar zie je dat aan dan? Ja, ik weet niet. Ik vind jou een acteursuitstraling. Ja, dat is ook zo. En ik heb ook niet zo... Mijn visie gaat niet verder dan mezelf, zeg maar. Dat is ook echt zo. Dus dat heb je goed gezien. In plaats van dat we nu heel lang gaan praten over... jullie gezelschap. Jullie hebben ook iets om te laten zien, hè? Klopt. Ja, we hebben een voorstelling gemaakt. We zijn gelijk 20 april in een première gegaan met een voorstelling die... 20 april jongsleden? Ja, dus die... Ja, dat heel is snel... een zin die ik even tot me door moet laten brengen. We zijn 20 april in première gegaan. Ja, ja. Ik dacht juist wij, buitentheatermakers, kunnen nu op straat... theater brengen. Wow. En mensen zitten in huizen. En er kwam een vraag vanuit zorginstellingen zelf. Ouderen die echt, echt eenzaam zijn. Waar de treurnis natuurlijk weten we allemaal groot is. Die behoefte hadden. En wij dachten, ja oké, wij kunnen dat. Wij kunnen met ons alles wat wij hebben. En alle expertise die we hebben. Kunnen we iets maken wat zo voor die ramen speelt. Ja. En mensen even aankijken. Want hoe fijn is het dat je... Hè, hoe missen we dat allemaal? Dat we ook gewoon dat fysieke... En wat hebben jullie dan gespeeld? Sneeuwwitje thuis bezorgd. Ja, Sneeuwwitje thuis. Speel jij erin, Nart? Ja, ook ja. Jij speelt Sneeuwwitje? Nee, de boze stiefmoeder natuurlijk. Oh, de boze stiefmoeder, natuurlijk. Een dwerg, een dubbelrol. Oh, je hebt een dubbelrol. Ja, ja. En ook nog de appel, of dat niet? Nee, dat, nee niet de appel. Nee. Oké, we gaan even kijken. Theaters zijn dicht, mensen mogen nergens meer naartoe. Dus wij gaan naar de mensen toe. Heel veel lachende gezichten. Mensen die echt gewoon in verwondering zitten te kijken. Gaius blijft gewoon doen wat we altijd doen. We gaan de straat op en we maken voorstellingen die hier en nu betekenis hebben. En in dit geval voor mensen die niet naar buiten mogen. Mensen in een verzorgingshuis. Ja, dat doet ook wel iets met je. En ik sta het nu licht te vertellen, maar als je hier voor een gesloten afdeling speelt... en je ziet de mensen met de wanhoop nabij achter het glas zitten... en bijna hun hand op het glas leggen, dat pak je ook. Dat is ontroerend, zelf voor jezelf als speler. Ja, toen had je nog corona-haar, Nart. Ja, dat klopt. Ja. En een coronabuik. Nee, dat was een voorbindbuik, zeg maar. Nee, die coronabuik zou je misschien nu hebben. Ja. Zeg, en hoe nu verder? Blijven jullie dit doen? Ja, ook wij hebben echt wel steun nodig. Want normaal is dat natuurlijk ook aan de hand. Dat podiumkunsten zijn kostbaar. Daar is altijd overheidssteun bij nodig. En bij ons is onze hele tour, onze Europese tour is weggevallen. Dus wij hebben ook nog meer steun nodig. Maar wij zijn zeker voornemens om alles te doen wat mogelijk is... om ook ons belang en ons nut te laten zien. Omdat juist nu ook zien we dat. Hoe belangrijk het is dat dit bestaat. Ja. Ja, maar jullie hebben dus als een van de weinige gezelschappen... door jullie buitenlocaties, hebben jullie in ieder geval iets weer kunnen maken. Hadden jullie deze voorstelling al? Nee, echt op maat gemaakt. Ja. Ja. En wat was het effect waar jullie speelden? Wat gebeurde er? Ja, het was echt... het is heel bijzonder, want je speelt zo om zo'n verzorgingshuis heen... en sommige mensen komen... naar je toe, die staan bij het raam en die staan te kijken en die staan te zwaaien. En koekjes te geven aan ons natuurlijk. En terwijl er wordt ook dan gezegd van... zouden jullie even wat zachter kunnen zijn, want mijn moeder ligt hier dood te gaan. Dus dat is natuurlijk ook wat er tegelijkertijd... En we spelen Sneeuwwitje, dus er is ook een begrafenisscène die dan weer hoopvol eindigt. Ja, die eindigt nog wel goed, maar een beetje een IC-scène eigenlijk. Ja, precies. Dus, maar het mooie is, het gaat natuurlijk over het verlangen om wakker gekust te worden... en om dat je niet meer in je glazen kistje ligt, maar dat je
wakker gekust wordt. Dus dat konden we volgens mij wel overbrengen. En ja, en het was echt de communicatie. Dus het grote beeld op straat en dan bij het raam 1-op-1. Dat is echt geweldig. Ja. En, ja. Maar goed, dit kan natuurlijk... We zullen misschien nog een tijdje met kleinere publieken moeten werken. En hoe gaan jullie je daarop instellen? Nou ja, dit jaar gaan we weer kijken van wat leeft er, wie hebben er echt behoefte, waar liggen de kansen, net zoals nu dit met de zorginstelling langskwam. En verder hoop ik eigenlijk toch nog wel op dat we gewoon volgend jaar staan al die voorstellingen weer geboekt overal. Ja. En dan hoop ik dat er een manier is om dat weer te kunnen doen. Ja. En anders moeten we daar toch echt nog andere plannen op gaan verzinnen. Zitten jullie in financiële nood al? Niet qua liquiditeit, maar wel qua jaarbegroting. Ja. Ook bij ons moet er echt wel geld bij. Okay, dus vandaar dat we ook hier graag... Wat is je actieslogan nu voor de kunst? Actieslogan. Nou, cultuur in actie, daar hoort een slogan bij, daar hoort een oproep bij, een wens. Ja, nou ja, zie het belang van wat we ook juist nu doen, aan het doen zijn. Ja. En laat dat bestaan in de toekomst. Laat dat bestaan. Ja. Namens hoeveel mensen komen jullie hier tekenen? Nou, Theater Gaai, daar hangen ongeveer 36 mensen aan. Maar je bent ook, want Maartje is niet alleen... artistiek leider van Theater Gijs, maar je bent ook... Nee, ik zit hier ook vanuit het bestuur van de Belangvereniging Buitentheater. En ik vind het belangrijk om ook voor al die mensen, voor al die buitentheatermakers die we in Nederland rijk zijn, hier te zitten. En dat zijn er 1250. Oké, dus dat is 30? Nou ja, die 36 die horen natuurlijk tussen, die horen bij die 1250. Ik zou ze... Ja. Oh, want we zijn ook buitentheatermakers. Ik zou zeggen, doe ze erbij. Maar goed, je zegt 1250. Dat is toch heel eerlijk? Heel eerlijk. Heel eerlijk. Ja. Voor iets wat Gaius heet. Ja, toch? Ja. Willen jullie alsjeblieft je handtekening op dat bord zetten? Ja, dat gaat. En de teller gaat lopen. En ik wens jullie ontzettend veel succes. En... Ja, met je belangrijke werk. Dank je wel.